Wat? Kan het ook. Blijf deze stad zien. We have a special guest in the house. He's not from the flatlands, he's from the mountains. Ladies and gentlemen, welcome Jeffrey from the mountains. Op vakantie met zijn wijzie, is even langsgekomen, toevallig in dezelfde periode als ons. Super gezellig. Toevallig is het niet, we hebben nog gepland natuurlijk. Ja. Zo jongens, vandaag is weer tijd voor poolparties, voor gekkigheid. Jeffrey. Ja man, poolparty. Jullie gaan niet de hele dag blijven zeker. Ik hoop het wel. Nee joh, even langs de gasten gewoon. Weet je hoeveel mensen uit ons dorp toevallig hier zijn? Jay ook met zijn meisje. Ja. En Wes is net terug. Ja, Stief is van mij. Ja, met haar vriendin normaal allemaal uit het dorp. Dus ik weet niet, ergens zijn we onbewust gehersenspoeld dat iedereen de zakken thuis moest of zo. Weet je hoe dat is gegaan? We hebben er geen spijt van. Zeker niet. Ik word helemaal verzorgd hier natuurlijk tijdens het editen door de mannen. Nee, ik mag niet achterblijven natuurlijk. Hoppa. Hij is echt goed jongens. En doorgaan. Zo is de lekkerste merk die we gehad hebben deze week. Ik heb hem nog niet geproefd, maar ik hoop dat mijn keel hier wel wat beter van wordt. Ik kan niet eens meer praten man. Wat zeg je dan? Ja maas. En zo is het. Hey, ja maas. Hey, heel mijn stem is al bezig terug. Je is iets slecht zeg. Brent, kans 1 op 10 wie er nog een moet doen. 3, 2, 1, 6. Nu voor mij. 3, 2, 1, 8. Oké. Ik ben er ook 3, 2, 1, 4. Wat? Kan het ook? Waarom missen we nou? Oké, 3, 2, 1. Nee, nu moeten jullie. 3, 2, 1, 2. 8. Ja, dan opnieuw. Ja, dan zit er ook 5 jaar achter. 3, 2, 1, 6. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 5. Er werd al 4 gezegd. Nee, 3, 2, 1, 6. Oh. Wat? Dit loopt ook helemaal de soep in gewoon. Maar Jake, ik heb een beter als hier. Dit smeert we kunnen het ook gewoon nemen. Ja, hier. Dit smeert de keel wel mee. Hoestdrank. Maar hier ga je ook van hoesten in plaats van dat het wegneemt. We hebben gewoon een Italiaan gered gisteren. We hebben iemand van Italianen gered. Ja, dat hoorde ik ja. Dat er een guy, een Engelsman, die stond te pissen of wat deed hij? Ja, die stond te pissen op private property. Ja, dat was natuurlijk dat is no-go. Een foute boel. Dus al die Italianen die stonden zo bij zijn keel te grijpen. Maar ja, kom daar met ons mee. Dus zeker... Want wij weten hoe het is als we een idioot erbij hebben die erg staat te pissen wat niet te bedoelen. Dus maar... jullie zijn ervaren mannen, vertel verder. Ja, nee hoor, maar ik dacht, we halen hem er gewoon even vandaan. Ja, als het niet waard om dat mappen. You're coming with us, you're coming with us. En toen ga ik mee. Geen bedankje, niks hè, hij redt er gewoon vandoor. Ja, dat is waarschijnlijk ook bang voor jullie. Hij denkt, wat gebeurt er allemaal? Ja. Maar ja, beter dan dat mensen klappen krijgen, want iedereen is hier voor een leuke tijd. Of niet, Jeff? Sowieso, man. Waar komt hij ook godverdomme weer vandaan dan? Ziek hè? Zorg, ik laat je er niet in de steek. Ga je er nog een nemen? Nee, jij. Oh. Eigenlijk voor de gasten in het zwembad, dan moet ik er nog eentje in zijn. Ah. Ja, zo erg hè. Hey Jeff, heb je er al zelf een op dan? Ja, dat kan ik zelf wel. Hij is wel lekker hè? Hij is echt goed deze man. Hij is ook niet zo zuur op je keel, valt mee. Branderig bedoel ik. Heerlijk. Nou, dit is gaan we uitdelen dan. Ik ben alleen maar billen aan de blut. Jeffrey. Dat was voor jullie. Hé? Jeff. Ja. Heb je een beetje een leuke vakantie? Ik heb een leuke vakantie, man. Ja? Dat is mooi. Ja, ik was even trakteren, ja? Ik vind het wel erg mooi dat je van langs komt. Natuurlijk. Ja, hey, wie wordt er getrakteerd dan? Limoncello! Ja, kom maar. Ik ben net wakker. Wie gaat erin? Hé, Luc, leef je nog? Hey Luc, kom hier. Ja, mee. Kom maar, giet hem maar naar binnen. Hoppa! Ja, schenk maar. Die fles gaat toch leeg. Komt hij gewoon even van zijn vakantie met zijn meisje af naar ons toe. Mannetje. Kijk dan, het lijkt wel een soort. Hoppa! En wat zijn ze blij, hè? Godverdomme. Hij moet leeg. Wou jij dat? Nou, jij was vannacht in ieder geval niet blij. Jij was vannacht in ieder geval niet zo blij. Super fijn, hè? Ja, Rick ook nog even. Nu jij ook nog. Ja, nog eentje dan, nog eentje. Hé, maar dus gaan we nog. Ja. Absoluut Bart. Absoluut Bart. Maar Bart, wat heb je nou met je vingertje gedaan dan?
Ah, foutje. Die splashte. Geen stenen tillen, geen stenen tillen. Moet je niet doen. Ja, dan moet je alleen... Ben je metselaar geworden, Bart? Ik heb mezelf een beetje op. Hij heeft een steen laten vallen op zijn vinger. Kan gebeuren, kan gebeuren. Hey Bart, ik zie heel veel slachtoffers. Links voor jou. Rechts voor jou. Ding is ook weer gewoon uit. Nou, ze zijn nog niet helemaal enthousiast. Ja, ik hoor iemand. Luuk! De vodka-trein! Wat zeg je stem? Mijn stem heeft precies 3 dagen onthouden. Wow! Dat heb je ook onder je neus, maat. Ja, mondje. En wat? Mondje. Of je in de oorlog bent geweest. Ja, ja. Hé, hey, maar Luuk. Hey, ben je weer een beetje gekalmeerd dan gisteren? Ik ga heel veel door de shop heen. Jij was zo gedaan. Ja, letterlijk en figuurlijk. Daar staat het niet op camera. Je moet er nog een doen, Luuk, hij staat er niet op. De Dutch Giant stond ervoor, kom. Luuk, terug. Oh. Terug. Waar kom jij mee aan dan? En Roy zit lekker... Die hebben ze gekocht. Tossietje te pikken. Wat is dat dan? Olijfolie. Bananensap. Die waren gekocht. Bananensap? Even serieus. Ja, kom maar, ik ben wel benieuwd aan. Dit voelt een mooie fles. Maar smaakt het echt naar banaan met alcohol? Ja, het smaakt echt heel erg naar banaan. Ja, moet je proeven. Ja. Ik wil proeven. Het is echt lekker, man. Man. Ja, je proeft niet eens de alcohol. Het is gewoon liqueur, maar dan... Nou, wil ik ook. Hij is lekker. Hij is echt lekker. Maar ja, je hebt waarschijnlijk ook echt pauperlamp. Ik heb zo'n idee dat het weer goed gaat worden vandaag. Nou, zo. Ik word wakker en het eerste... Ja, Luuk, maak het nog erger. Ben je telefoon kwijt? Ik heb glas. Nee, kom op, Turner. Hey, Slokkie. Het is echt een betonnen. Ja, Luuk. Wow. Hoe is het? Medium. Dubbeldekker. Kaas, ham. Ik vond het echt leuk. Heel goed. Weken van tevoren hebben we gezegd, wordt een zuipvakantie. En elke dag dat dichterbij kwam, werd het een zuipvakantie. En nu zijn we dat in volle glorie aan het doen. Dus. Vandaag hoop ik rust te vinden en herstel. Het is weer een mooie dag op aarde. Amen. Ik moet zeggen, ik ben ook schuldig aan een goede slaappartij. Ik was klaar met editen, iedereen zat nog te kaarten. Ik denk even op mijn telefoon voordat de chaos begint in slaap te vallen. Inmiddels liggen er nog meer te slapen. Nou ja, je ziet het. Maar het begint nu een beetje weer los te komen. Dus we gaan even lekker koenen. Dat is een spel, dan heb je COEN. Dus eigenlijk een soort ezelen, maar dan heet koenen. Oh, oeh. En als je verliest, dan moet je een shotje. En we doen het graag. Goeie. Hoeveelheid? Gaat het goed, kind? Oh. Hey. Ik zie mijn lucht weg in mijn achter. Hij is gek! Oh yes! Wat een lucht weer! Ja! Let's go! Eerste bal!
weer van de Django. Oh. Dat staat er gewoon op, denk ik, man. Ja. Of net niet. Hij is gewoon aan het barven. Django gaat heel goed daar. Dat ging net ik. Nou, hij stikt gewoon eigenlijk, dat komt het op neer. Ja. Die deed pijn. Er gaat ook eentje slecht aan zijn eentje, joh. Luuk! 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 Jotje! Kun je even mee met Koenen dan, maat? Lekker. Lekker hoor. Jongens, we hebben een nieuwe deelnemer! En Banner, hey! Ja, ik word getorpedeerd hier door iedereen, maar dat is hey, doe dit keer even via de juiste slokdarm. Niet via je luchtpijp. Deze keer gaat hij niet in. Jay is gewoon chef shotjes vandaag. Hou je luchtpijp dicht. Ja, perfecto. Heerlijk dit zo. Hebben we daar de bartmeester? Die zit wat nou is het gewoon lekker, weet je. Nou vind ik het heerlijk. Blue 42, ha! Papa! Blue 42, ha! Hoi! Blue, 42, hop! Hop! Zo! Achter je, achter! Wat ook eentje! Oh, shit! Hoe gaat het? Drink smakelijk. Wat een gek. Even met die bal dat biertje wegslaan. Hij kreeg een bom op zijn ei, jongen. Hey, zonder bril had je nu een gat in je kop, man. Ja, echt hoor. Ja, tuurlijk. Is goed, maat. Het is koud allemaal. Kom ik hier. Hey, hier. Laat me naar de bril. Ik kan het niet anders, hè. Ja, hij heeft het ook nodig. Hij heeft het ook echt nodig. Hebben we iets om mee te snijden? Ja, dit. Kijk maar, je hebt een kram. Hoppa! Hey! Maar dat ging nog best goed. Oh, dat kan wel, man. Dat kan nog wel, ja. Hij is wel heel breed. Ja, maar dat is juist goed. Dan gaat hij lekker snel. Hoppa! Fijn weekend. Godverdomme, fijn weekend. Hij draait op deze kamer. Naar wie? Ja, omdat je wegging naar mij. Opnieuw. Hij had niet gezond. Ja, zegt ze. Nee. Ben je ook echt drie keer op dezelfde fucking plek gezeten? Ik ga uitzuigen, man. Fitcheck. Fitcheck. Fucking hell. Fitcheck.
Komen uit Rotterdam! Kan je naar die Rotterdam? Komen uit Rotterdam! Kan je naar die Rotterdam? Kijk jongens. Hoe lijp is deze taxi? Hebben we al eerder gepakt, maar ik dacht moet nog wel even filmen. De rood hebben we allemaal omgezet. De partybus. Maar die is niet verkeerd, maar kijk, deze is ook niet verkeerd. Dat is nog eens in stijl, hè, mannen? Even Feyenoord kijken. Tegen wie spelen ze eigenlijk dan? PSV. PSV? Oh, is gewoon voor Eredivisie? Nee, het is voor de Johan Cruijffschaal. Handel, wel leuk. Ik ga even mensen laten klappen. Oh nee, oh, oh, wat ongemakkelijk. Er gebeurt hier ook gewoon een ritueel. Het is hier wel mooi. Hey Mattie, ik vind eigenlijk dat die beter kan, man. Wat heb je nou? Oh, mat jongen. Bovenop een steentje waarschijnlijk. Lekker, lekker die vieze grond. Lekker. We gaan de stad even verkennen. We zijn in Zante. Zante zijn we. Oh, ik moet even mijn lens schoonmaken. Zo mooi hier. We gaan lekker chappen. We gaan lekker Feyenoord kijken. Ondanks dat we heel veel AXC'den hebben natuurlijk. We gaan er weer een mooie avond van maken. De plek waar je schoon, jezelf schoon hoort te maken, is een van de smerigste plekken in huis. Oh, kijk dan. Oh, dus, nou, ik ga het ineens een close-up maken, maar er zit daar iets aangekoekt in de rand. We hebben lekker gegeten en morgen is het tijd om kwad te sturen. Oké, dames en heren, dat is dat. Wat een lekker dag hier. Gewoon lekker rustig aan. Dit was een beetje de dag dat volgens mij bij iedereen de slaapgebrek en de ellende van katers weer in kwam halen. Maar alsnog, heerlijk dagje op vakantie. Een chill dag, gekkigheid, waar vakantie voor is. Morgen gaan we kwad sturen, gaan we op pad, gaan we het eiland verkennen. Dus wees er morgen 5 uur bij. Ik kan zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later toppers.